Will the president slash god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? What are you guys trying to spell? I'm not moving yet. I'm not moving it either. Jezebel? Who the fuck is... Ontwikkelaar Volition probeert de vaart erin te houden met Saints Row. Gemiddeld om de 2 jaar komt er wel een nieuwe editie van deze fantastische games. Saints Row is een game die ik heb gekocht toen ik 8 jaar geleden mijn Xbox 360 heb gekocht. Saints Row Get Out of Hell is een standalone game. Dat betekent dat je dus geen Saints Row 4 nodig hebt om deze game te kunnen spelen. In Saints Row moet de altijd moordlustige Cat samen met Kinsey de boss redden uit de hel. Hoe de boss daar terecht is gekomen? Satan had een briljant plan om zijn dochter Jezebel te laten trouwen met degene die zorgt voor een flinke aanvoer voor nieuwe bewoners van de hel. De ontvoering volgt en uiteraard willen de Saints hun leider weer terug hebben. Tijd dus voor Cat en Kinsey om Satan persoonlijk op te zoeken en de boss weer terug te brengen naar de aarde. Qua controls en gameplay is Get Out of Hell niet echt iets nieuws in vergelijking met de voorgangers. De hel is, net zoals de wereld in de vorige Saints Row games, een grote open wereld die jou als speler alle vrijheid geeft. Ik vind het trouwens heel erg gaaf dat ze het vliegen toe hebben gevoegd. Weet, in Saints Row 4 hadden we natuurlijk de superpowers. Dus we konden hoog springen, we konden grote harde klappen uitdelen aan de vijanden. Maar dit keer is het dus dat je kunt vliegen door de hele map. En dat vond ik persoonlijk echt heel tof. Het voelde goed aan, de controls waren lekker. Ja, het was gewoon iets nieuws. Na verloop van tijd, als je van die magische bollen verzamelt, dan kan je allerlei krachten of je eigenschappen verbeteren. Je zult dus ook krachten nauwelijks gebruiken, maar het vliegen en sprinten, dat zijn gewoon de 2 krachten die je gewoon vaak gaat gebruiken. Het is dus slim om in het begin van de game deze zo snel mogelijk te verbeteren, want die heb je gewoon het meest nodig. Daarnaast zijn er ook 4 krachten die voornamelijk bedoeld zijn voor de gevechten, zoals... Je kan je aura oproepen waardoor je vijanden in vuur en vlam staan. Of met een gigantische demon die uit de grond komt, die laat je voor je vechten. Kortom, de ideale manier om dood, verderf en chaos te veroorzaken. It's easier every time. Wat een heel sterk punt is uit deze game is de humor. Lekker fout, lekker cheesy en soms ook heel verrassend. Er zitten ook een aantal echt super gave musical scènes in die je echt niet snel zal vergeten. Ik ga niet te veel verklappen, je moet het zeker weten zelf zien. Dit is natuurlijk een zware concurrent van GTA, maar wat Grand Theft Auto weer niet in zijn game doet, dat flikt Saints Row weer wel en dat vind ik zo fantastisch. Saints Row is gewoon lekker gek, lekker maf en dat moeten ze erin houden. Because you're my daughter, you think that you're above it all. But schemes are currently in motion. Your choice, be a wife or be a thrall. Heb je Saints Row 3 en 4 gespeeld, dan biedt Saints Row Get Out of Hell een beetje van hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon een map en in plaats van dat er mensen zijn, lopen er... vreemde demonen zombies rond. Ik weet niet hoe ik ze moet noemen, maar het zijn eigenlijk de demonen van de hel. Alleen zijn ze niet dat ze jou aanvallen, maar zijn het net als burgers gewoon mensen die rondlopen door de map. Maar toch vind ik wel, als je Get Out of Hell speelt, dat het wel vooral van hetzelfde is. Maar dat geeft niet, want toch heb ik me al meer dan 10 uur vermaakt in deze grote map. Wat ik ook een hele grote pluspunt vind, dat is dat je allerlei dingen moet verzamelen. Zoals bandrecorders, je moet van die magische bollen verzamelen om jezelf te kunnen upgraden. Je kan bepaalde locaties zoeken of waar je onderdoor moet vliegen. Het biedt echt ontzettend veel leuke dingen en dat maakt de map ook heel erg leuk om te verkennen. De losse uitbreiding die kost maar €20. Je kan voor de PC, de Xbox One en de PlayStation 4 versie Saints Row 4 en Get Out of Hell samen in een bundel kopen, maar die zal nog iets duurder zijn. Er zaten wel een paar quests in het spel, maar niet zoals de missies zoals we zijn gewend uit Saints Row games. Het waren eigenlijk een beetje vrije missies, waardoor je karakters kon vrijspelen en vervolgens weer daarvoor questen kon doen. En het waren vooral de activiteiten, dus de activities, die je kon volbrengen die in de map waren verspreid. En wanneer je die activity had voltooid, kon je een stuk, werd er een stuk paars in de map. Dus een soort territory werd voor jezelf. Denk aan de oude Saints Row games, waarin je alle stukjes land
eigenlijk van jezelf moest maken om de wereld te overheersen door de Saints. Nou, mijn conclusie is eigenlijk, ik ben al 10 uur bezig, meer dan 10 uur aan deze game. Ik ben achievements aan het halen, die zijn best pittig. En toch biedt de game ontzettend veel extra's. Dus zo verzamelen, je kan verkennen. En daardoor maakt het spel echt een hele verslavende werking. Op mij wel in ieder geval. Ik hoop dat je dit een hele leuke recensie vond. Ga zeker weten de game kopen. En haal hem en speel hem zo snel mogelijk. Want deze game, als je een Saints Row fan bent, dan moet je deze zeker weten gaan spelen. En ben je niet van de Saints Row, dan zou ik hem alleen nog halen voor de humor. Ik bedank je voor het kijken en tot de volgende recensie.